Er moet nog veel gebeuren, dus het paasweekend gaan ze niet halen. Maar over ruim twee weken hoopt Paal 14 weer de deuren te openen. En dat is maar goed ook, want eigenaar Mark Grimbergen heeft grootse plannen voor de zomer. Nou, knallen. Ja, draaien. Was een super tentje dit ook. We hebben ook heel veel, twee jaar heel veel plezier van gehad. Dat vereist enige uitleg. Twee seizoenen geleden is het tijdelijke strandpaviljoen vervangen door een permanent onderkomen. Maar omdat deze is afgebrand, moeten ze dus in januari weer op zoek naar een tijdelijk onderkomen. En dat valt nog niet mee. Tot ze opeens goed nieuws krijgen. Ja, we, we hebben eigenlijk pas ja, sinds twee, drie weken dat we wisten dat we deze over konden nemen. Het is onze eigen ja, oude paviljoen, zeg maar, die eerst op de TU Delft stond. En uh, ja, die hebben we eigenlijk pas deze week kunnen halen. Maar hadden ze dan niet gewoon een nieuwe strandtent uit de grond kunnen stampen? Ja, dat kan je niet in een maand of twee maanden doen. Dan moet er weer een heel nieuw plan voor komen. Plus die bouwers hebben ook tijd nodig. Dus ja, dat, ja, dat, is, dat is gewoon echt niet haalbaar. Dat is echt niet haalbaar. Dus nu gewoon even deze ja, en dan ja, op een nieuw plan. Over de oorzaak van de verwoestende brand tassen de eigenaren nog steeds in het duister. Nee, nee ze weten het nog steeds niet. Ja, alle onderzoeken zijn in principe ja, afgerond en eigenlijk doodgelopen. Volgens nou, vond het natuurlijk wel ja, heel erg jammer. Want ja, het is toch een, een stukje afsluiting als je het natuurlijk helemaal weet ja ze weten niks dus ja dat uh, ja, houdt het op ja. gelukkig kunnen ze over een paar weken de draad weer oppakken maar helaas dus geen paasweekend dit jaar ja behalen ja gisteren was ook een lekkere dag daar hadden we ook goed kunnen draaien maar ja dat, uh, wat niet gaat gaat niet hè